En welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik weer een look maken. En dit keer met het nieuwe Colourpop Wild Child Palette. Dit palet zit een aantal hele mooie bronzy kleuren. Dus als je benieuwd bent hoe dat ik deze look gemaakt heb, dan moet je zeker even blijven kijken. Het palet is echt een beetje geïnspireerd op Afrika, safari, giraffen. Ik ga in ieder geval beginnen met een mooie lichte kleur in mijn transitie. En dat is de kleur hashtag Spotted. Dat is een hele zachte, ja, beetje warme, lichte bruin. En die breng ik aan in mijn arcadeboog en dan mooi naar boven toe. Aan de buitenste ooghoek wil ik iets meer smoky maken en daarvoor gebruik ik de kleur Heart to Get. Dat is een vrij beetje karamel donkerbruine kleur en die breng ik dus aan in mijn buitenste ooghoek en dan richting de arcadeboog. Nou, voor de bronzy glam op het ooglid gebruik ik de kleur Close Up. En dit is echt een hele mooie diepe metallic bronzy kleur. Die breng ik helemaal aan over het gehele ooglid. Nou, dan is het tijd voor een beetje glitter. En dat is de middelste kleur uit het palet. En dat is de kleur Lashes. En dit is een hele mooie driedimensionale glitter. Eigenlijk met verschillende bruin tinten. En hij is best wel heel erg licht reflecterend. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi bij zo'n look. Ik probeer de kleur een beetje in het midden te houden. Zodat je een beetje een halo effect behoudt. Dan ga ik de onderste wimperrand iets donkerder maken en daarvoor gebruik ik de kleur Feisty. Dat is een hele diepe donkerbruine kleur. En aan de binnenkant gebruik ik de kleur Fierce en dat is een lichtere bronstint. Dan ga ik de binnenste ooghoek ietsjes warmer maken met de kleur hashtag Spotted. En daaroverheen doe ik de Flexitarian van Colourpop, zodat hij net even ietsjes meer licht vangt. Dan ga ik nog even een eyeliner aanbrengen. Deze is van House Laboratories in een mooie diep donkerbruine kleur. Daarmee ga ik een wing maken. Ga ik nog even mijn wimpers krullen en mascara opdoen. En dan is dit de uiteindelijke look. Dit is de look die ik gemaakt heb met het Colourpop Wild Child Palette. Wat mij betreft is het echt een super mooi palet. En zeker voor een mooie bronzy smoky look zit je met deze absoluut helemaal goed. Dus ik ben in ieder geval fan. Vond jij het nou ook een mooie look? Doe natuurlijk zeker even je duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, ram dan op de rode abonneerknop onder deze video. Om ook lid te worden van de Char Academy familie. Wil ik jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je graag woensdag weer met een nieuwe video. Tot woensdag! Doeg!